Dag Paul. Dag Paul. Jij bent voorzitter van Groenrand. Kun je ongeveer zeggen, wat is Groenrand eigenlijk? Groenrand is een groot groene open ruimtegebied ten noorden en ten oosten van Antwerpen. Dat is 42 vierkante kilometer groot. En met Groenrand proberen wij dat te behouden, te versterken en te verbinden. Groenrand is dus een burgerbeweging, als ik goed begrijp. Nu, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, ook omdat het gebied zo groot is. Jullie hebben ook een project, Groenrand onthart. Wel, 2 jaar geleden hebben wij een project ingediend bij de Vlaamse gemeenschap onder de naam Groenrand onthart. En de bedoeling is dat wij met die €250.000 die wij daarvan gekregen hebben, dat wij daar zoveel mogelijk gaan ontharten en vergroenen. Wij doen het op het ogenblik met een bedrijf in Merksem, met 2 scholen in Schoten, waar de speelplaatsen onthard worden. In Deurne zijn wij met het district samen een klimaatstraat aan het aanleggen. En in Weinigem een aantal stoepen en pleinen die onthard worden. Wij hebben ons project ook ingediend samen met Antwerpen aan het Woord, een burgerbeweging die voor ons dan de participatie met de buren verzorgt. En met regionaal landschap De Voorkempen, die voor een stuk mee de plannen maken en de aannemers aanspreken. Hoe pakken jullie dat aan, participatie, als je nu een straat wilt ontharden bijvoorbeeld? Ja, probeer zoveel mogelijk mensen van die straat te betrekken. En dan met een aantal goede ideeën afkomen en die mensen daarmee laten aan werken om die ideeën verder uit te bouwen. Wij hebben bijvoorbeeld ook een proefopstelling waar we die mensen actief laten meewerken. Met al de bomen en de bloemen op de bloembakken op zijn plaats te trekken. Ik wou het met u vooral nu eens hebben over een project dat jullie doen, een filmproject. Wat moet ik erbij voorstellen en hoe past dat binnen Groenrand onthart? Wel, bij Groenrand onthart, een deel van die subsidie kan gebruikt worden voor communicatie. En wij hebben ervoor gekozen om dat met film te doen, omdat we dat later ook willen gebruiken om onze tweede en derde golf van onthardingen, waarvoor we dan geen geld niet meer hebben, om dat toch daarvoor te gebruiken. Dus als ik het goed begrijp, gaan jullie filmen om dan anderen mee aan te zetten tot actie? Ja, ja. Dat is een relatief moeilijk thema om in beeld te brengen, denk ik toch? Of wat moeten we concreet verwachten van beelden in jullie filmproject? Ik denk dat we... je kunt dat op verschillende manieren doen. Hè. Eerst en vooral kun je beelden maken van het echte uitbreken van een beton. Hè. Wij hebben bij die verschillende onthardingen zowel de situatie voor als de situatie tijdens het uitbreken en dan wordt er ook gefilmd op het ogenblik dat de groen aanleg gebeurd is. Voor ons is ontharden niet direct een doel op zich, maar is het een middel om Groenrand te versterken. Dus in die filmpjes zullen ook een aantal beelden komen die te maken hebben met natuur. Wat willen jullie ermee bereiken voor de natuur? Wel, dat ontharden maakt deel uit van wat wij met Groenrand willen doen. En dat is die gebieden behouden, maar ook versterken en verbinden met elkaar. Dus als wij tussen 2 groengebieden een stuk kunnen uitbreken en dat vergroenen, dan gaan wij de biodiversiteit verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld het indringen van water in de grond. En dat is op het ogenblik heel belangrijk. Nu, je moet een beetje voorstellen, we zitten hier in Deurne, in Erbrugge. Stel dat het hier regent en het valt met bakken uit de lucht. Dan is het beter dat de natuur nat is dan dat de kelders in de omgeving nat zijn. Het feit dat je met natte natuur zit, is ook veel beter voor de biodiversiteit. Als water blijft staan in plassen, in grachten, in beken, dan gaat er ook veel meer dieren en planten in de weg vinden. En ten derde is het ook zo dat als we dat water kunnen de tijd geven om naar de grondwaterlagen af te zakken, dat we ook later nog profijt kunnen hebben van de verkoeling in het kader van de opwarming van de aarde. Hoe past dat nu in het thema rond klimaat? Je hebt ten eerste het feit dat bomen
van zichzelf schaduw geven en dus verkoeling geven. Het vocht dat tussen die blaren zit, dat wordt door de wind in de straten gebracht en daardoor wordt ook in de straten wordt er verkoeling gebracht. Wanneer mogen we resultaat verwachten? Wanneer gaan we het resultaat zien? Wanneer kunnen we de filmpjes zien? De filmpjes die worden doorlopend afgewerkt. Dus misschien dat er op de website al eerder filmpjes te zien zijn, maar ze zullen zeker moeten af zijn tegen eind juni als ons subsidieproject afgelopen is en wij verslag moeten uitbrengen. En daar gaan we zeker die filmen bij gebruiken. En is voor jullie dan het werk klaar? Nee, dan beginnen we eigenlijk nog maar juist. Hè. Want dan gaan we met die 5 projecten die we hebben, gaan we de boer op. En gaan we proberen van, bijvoorbeeld ons bedrijf in Merksem, gaan we in de omliggende bedrijven ook gaan vragen of dat zij hun hemelwater ook willen afvoeren. Niet naar de riolering, maar naar een beek die daar in de geburen ligt. Wij zullen ook een beetje de hort op gaan naar scholen om daar ons project te laten zien en te zien wat het resultaat daarvan is. En zo proberen wij onze eerste golf waar we geld voor hebben, ook nog een tweede en een derde en een vierde golf van ontaardingen tot stand te brengen. Oké, dankjewel Paul. Veel succes ermee. Dank u.